Nou, goedenavond allemaal. En ook voor de mensen die, die het terugkijken, welkom. We zijn nu bij het tweede deel aangekomen. We gaan het hier in deze aflevering hebben over de brief aan Sardes, aan de gemeente Sardes, van wat in Openbaringen staat. Voor degene die online meekijken, er staat ook een link in de beschrijving naar Christ Channel. Dus mochten jullie meerdere filmpjes hiervan terug willen kijken en ook andere filmpjes, dan kunnen jullie op de link klikken en naar Christ Channel toe gaan. En ik ben hier met Maria en Dorothea. En ik wil Maria vragen of jij wilt beginnen met het voorlezen van de brief aan Sardes. Ja, dit staat in Openbaring 3. De vijfde brief aan Sardes. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt, dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleding niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleding, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor mijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Ja, nou Dorothea, dat is wel een heftig woord. Ja. Of niet? Denk jij dat God hiermee zegt aan de gemeente? Wat hier heel sterk in naar voren komt, dat is dat eigenlijk op een paar enkele mensen na eigenlijk de mensen dood zijn. En daarmee bedoelt God denk ik geestelijk dood. Geestelijke doorheid. En dat is ook een grote zonde van God. Ze zijn eigenlijk hun godsdienst is uiterlijk vertoon. Het ziet er mooi uit. Kan je eigenlijk niks op aan te merken van, ik leef toch netjes. En ik doe toch wat van mij gevraagd moet worden. Maar zij leven eigenlijk zonder Christus. Ze doen het eigenlijk voor zichzelf eigenlijk. Terwijl, ja, je moet er eigenlijk, ik moet een beetje denken aan kerken van religie en mensen die niet echt een relatie met Jezus hebben. Want het is meer een kerk van allemaal wetjes. Dit goed doen, dat goed doen. Maar dat is niet wat God vraagt. Je moet leven uit zijn geest. Uit zijn genade. En dat is het kleed van de gerechtigheid. En dat zijn ook die witte klederen waar God het over heeft. Kijk, als je dadelijk in de hemel komt, dan kijkt God eigenlijk wat voor kleed je aan hebt. Is het je eigen kleed van eigen gerechtigheid? Of heb je het kleed aangetrokken van Christus? Door zijn bloed. En gewassen door in zijn bloed, door zijn bloed. En de werken die je in Jezus hebt gedaan. Ja, ja. Even kort gezegd. Maria, heb jij nog een aanmerking? Of nog zelf nog dingen die je kan halen? Hij zegt ook van wees waakzaam, want als je niet waakzaam bent, dan zal ik als een dief in de nacht komen.
Dus dan heb je niet door wanneer Jezus terug zou komen. Als je in het woord leest, als je openbaringen en eigenlijk de hele Bijbel leest, van het begin tot het einde, staan er allemaal aanwijzingen wat er nog moet gaan gebeuren straks. Eigenlijk hebben wij een soort van stappenplan, moet ik niet zeggen, maar gewoon een, aanwijzingen wanneer Jezus ongeveer zou moeten terugkomen. We weten het precieze uur niet, dat weet Jezus zelf ook niet, dat weet alleen de Vader. Maar wij kunnen wel hem verwachten, hè? Net als in het woord staat, de dwaze meiden die diensten bij de bruiloft, die hun olie gevuld hadden. En er waren er een paar die hadden niet gevuld en die moesten nog olie halen. Ja. Maar ja, toen kwam de bruidegom al. Te laat. Te laat. En hun kwamen terug en ze kwamen niet meer binnen. Nee. Dat is gewoon, eigenlijk, wij moeten ons olie vullen met het woord lezen. Want dan blijf je branden. En wees vervuld met de Heilige Geest. Je moet steeds weer vervuld worden met de Heilige Geest. Je moet leven. Je moet een levende relatie hebben met de Heer. Want Jezus zegt toch ook van, ik in jou, of blijf in mij en ik in u. Ja. En draagt vrucht. En, want God die zal de dode ranken wegsnijden van de wijnstok. Ja. En dat zijn mensen die niet leven in Christus. Dat worden dode, verdorde ranken. En ik denk dat je dat hiermee ook al... Die mensen zijn ook dood. Ja. Ik moet ook bijvoorbeeld ook denken aan die zware, zwarte, orthodoxe kerken. Dat is allemaal meer wetties en allemaal, eigenlijk... allemaal regels. Ja. Ja. Heel veel kerken hebben allemaal regels gemaakt. Mm-hmm. Terwijl God je eigenlijk je hart vraagt. Ja. Vraag aan de Heer wat je moet doen. Niet wat de kerk zegt, maar of de religie. Ja, maar ik denk ook in zekere zin dat de gemeente van zichzelf aan de buitenkant eruit ziet alsof ze alles heel goed doen. Ja. Alleen lijkt het van de buitenkant zo, maar aan de binnenkant hebben ze niet een levend geloof op dat moment. Of een echte relatie met God. Ik moet opeens denken wat Jezus bijvoorbeeld over de fariseërs zei. Jullie zijn witte graven, maar van binnen zijn jullie vol dorre doodsbeenderen. Ja. En ik denk dat God dit ook met deze kerk bedoelt. Van de buitenkant is het mooi wit, maar van binnen is het zo verrot als ik weet niet wat. En er zullen enkele mensen daarin zijn die wel leven zoals God het wil, maar het merendeel is dood. En dat zal God ook wegdoen. God zal die gemeente dan ook weg... Hij zal ze wegdoen, die gemeente. En wat kan die gemeente eraan doen, zeg maar, van degene die wel wakker zijn, om het zo maar even te zeggen? God zegt hier ook van, bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het en bekeer u. Dus volgens mij heeft die gemeente vroeger wel geweten. Ze zijn goed begonnen met Jezus. Maar ze zijn gewoon helemaal afgegleden naar eigen werken, godsdienst. En God zegt, keer weer terug naar hoe ik het wil. Bekeer je tot mij. En het is ook weer je verootmoedigen voor de Heer. Maar je moet er wel open voor staan. Maria, wilde je nog wat zeggen? Nee. Nou, ik denk ook dat er in zekere zin een oproep wordt gedaan aan de mensen in die gemeente die wel wakker zijn, om juist die anderen weer een beetje wakker te schudden. Dus voor de mensen die misschien zelf, die aan het meekijken zijn en misschien denken van, hé, in mijn eigen gemeente mis ik misschien bepaalde stukken van wat ik lees,
van om elkaar daar weer bewust van te maken en daarop te wijzen van, hey, hier moeten we op gaan letten. Ja. En wat met meer van deze brieven is, van deze brieven zijn natuurlijk geschreven een hele tijd geleden. En maar ze zijn nog steeds actueel. Ja. En de gemeente is niet alleen een gemeente van, oh, in welke gemeente zit ik zelf? Maar de gemeente neem je zelf ook deel aan. Dus je kan het ook op jezelf betrekken. Je kan zelf nadenken van, misschien doet iedereen in de gemeente wel bepaalde dingen die misschien wel heel goed zijn. En doe jij misschien zelf bepaalde dingen die hierin terugkomen waarvan je denkt van, hé, dit doe ik misschien niet goed. Ja. En dat wil ik mensen ook mee aanmoedigen van, ga bij jezelf ook na van, wat zijn dingen die ik misschien zelf anders kan doen? Ja. En blijf dat ook hernieuwen, zeg maar, eens in de zoveel tijd weer door deze brieven bijvoorbeeld te lezen en het bij jezelf na te gaan van, wat zijn dingen die ik zelf of in de gemeente eventueel mensen bewust van kan maken. Ik denk ook, opwekking begint bij jezelf. En ik denk ook dat, dat God ook echt wil van, ik ben behouden, maar de rest dat, die moeten maar zien. Nee, God wil dat je je uitstrekt naar mensen die nog niet behouden zijn. Kijk naar je buurman, kijk naar je buurvrouw. Heeft die Jezus al aangenomen? Blijf niet op jezelf. God wil niet dat je, je moet naar elkaar omzien. En je moet elkaar redden van de ondergang. En je moet elkaar waarschuwen in liefde. God roept op van, ook in de gemeente elkaar bemoedigen, elkaar aansporen. Maar ook buiten de gemeente. Dat is ook een opdracht die de Heer geeft, hè, voor zijn kerk. Van, ik ben er lekker en de rest interesseert me niet, maar dan neem jij ook deel aan. Ja. Want wil graag dat iedereen behouden wordt. Dus jouw hart moet ook uitgaan naar de ander. Ja, en ik denk ook, als je anderen ergens in laat versterken, dus als je hun weer het goede pad op stuurt, dat je daar ook voor gezegend zal worden om hun weer het juiste pad op te... Want volgens mij, God zegt toch ook in zijn woord van, als iemand weer op het rechte pad stuurt, dat voor een heel groot gedeelte van zijn zondes... dan worden heel veel overtredingen bedekt door de liefde ook. Ja. Ja. En in Ezechiël, ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk, maar daar heeft God het ook over, bekering. Ook over, weet ik even toch niet zo gauw, maar er staat daar wel een hoofdstuk, heel hoofdstuk over. Ja. Over. En het is natuurlijk nooit, nooit te laat om je te bekeren en wat je ook doet. Als je iets verkeerd hebt gedaan, dan zou ik ook vragen van, beleid het en bekeer ervan en breng het bij God. Ja. God zal je ervoor vergeven, want hij is rechtvaardig. En wat denken jullie dat in deze brief het verlangen is van God? Ja, bekeer je, word weer levend van... Sta op uit de doden. Versterk jezelf. Ja, sta op uit je geestelijke doodsheid. Ja. Moet ik ook denken weer aan Ezechiël over die dorre doodsbeenderen die tot leven komen. Maar dat is in geestelijk opzicht ook. God wil jou de geest wil levend maken. En, niet alleen lichamelijk, maar ook vooral eerst geestelijk. Je hebt eerst een geestelijke opstanding nodig. En later dan sta je en met lichaam en ziel, sta je helemaal op levend. Maar het begint eerst met je hart en met je geestelijk leven. Ja. Je ziel. Ja.
Ik denk ook dat er vooral verlangd wordt naar een gemeente die wakker is, dus die oplettend is, die waakzaam blijft. Dus alert op ja, ontwikkelingen die hedendaags ja, misschien spelen. Want er zijn echt wel bepaalde dingen die in openbaringen staan, die zich op dit moment aan het afspelen zijn. Of die er misschien in de toekomst aan zitten komen. En wanneer dat is, dat zullen wij niet weten. Maar wat Maria net ook zei, van we weten niet, God, Jezus zegt, ik kom als een dief in de nacht. Wij weten niet wanneer hij terugkomt. Maar op het moment dat hij terugkomt, zullen wij overrompeld zijn. En als je niet waakzaam bent, dan ben je misschien dood, zoals hierin beschreven. En dat kan misschien betekenen dat je daardoor niet bij het avondmaal bent. Bij het maal als Jezus terugkomt, zeg maar. Als bij de bruiloft van het lam. Ja. Dat je dan klopt en dat je niet naar binnen wordt gelaten omdat je niet wakker was. Dus voor de mensen die het kijken, is het wel echt belangrijk om dit bij jezelf na te gaan. En om ook echt je licht te laten stralen op dit moment. Want de tijden zijn, mensen verharden hun hart. Ik heb het idee dat de liefde bij sommige mensen echt wel een stuk minder is geworden. Als ik soms in het verkeer kijk, mensen die elkaar uitschelden, die boos tegen elkaar doen, heel kort af. En ja, dat wij als kinderen van God ons licht mogen laten schijnen in deze wereld die al duister genoeg is. Jezus zegt ook over het einde der dagen, de afval zal heel groot worden. En Jezus zegt ook zelfs nog, waar zal ik straks nog geloof vinden op aarde? Velen zijn geroepen en weinigen zijn maar uitverkoren. Dus... En heel veel christenen gaan ook op de brede weg, terwijl je op de smalle weg moet. Ik zou de mensen aanbevelen, ga weer eens de evangelie van Jezus lezen, van Matteüs 24, 25. Die gelijkenissen die Jezus heeft over de eindtijd, over de bruiloft van het lam en over de 10 wijze en... dwaze maagden en over de reden van de laatste dingen, daarin waarschuwt Jezus. In Matteüs, Marcus en Lucas andere 3 wordt heel veel gewaarschuwd. Vooral. Ja. Nou, ik denk dat we het daarmee wel goed samengevat hebben. Ik hoop dat de mensen die het online hebben gekeken, dat die er ook een stuk wijzer van geworden en dat die ook bemoedigd mogen worden. Zin om zelf... weer hun denken te vernieuwen en dat ze weer dichter bij God mogen komen, maar ook meer hun vruchten mogen laten zien van de Heer die ze van de Heer gekregen hebben, om toch het licht weer te laten schijnen, om mensen wakker te schudden. En voor de mensen die dit gekeken hebben, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht. En ik wil jullie ook vragen van, als jullie misschien op de website zijn, of jullie misschien een donatie willen achterlaten, zodat wij meer van deze video's en content en nog meer aan het Koninkrijk van God mogen werken. En nog meer kunnen uitbreiden. En ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en nog een fijne dag verder.